Leuk dat je kijkt naar Paard en Lifestyle. Veel plezier. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Paard en Lifestyle TV. In deze aflevering zijn we op bezoek bij Riem van der Schaft. Riem vertelt ons wat zijn idee is van een goede basisafrichting en hij geeft zijn visie over het rijden van wedstrijden. Het is niet en voor het been en nagevelijk. Het zijn niet aparte vakjes. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Hij kan bijna, ik bedoel, nageven is niet iets wat je een paard stilstaande kunt leren. Dat is onzin. Dat kan je eens een keer doen. 1 op de 100 keer moet dat misschien een keer om een bepaald begrip voor je hand bij te doen. In principe moet een paard nageven in het gaan. Het is een dier van de beweging. Het is een beest wat beweegt en zich dan loslaat, die gaat nageven. Maar als je zegt, ik wil dat hij eerst nageeft en dan laat ik hem ervoor, daar zit vaak al de angel. Daar zit vaak al het probleem. Zeg, joh, natuurlijk moet hij nagevelijk zijn. Natuurlijk wil je een losgelaten, rond, soepel, smakelijk paard hebben wat je hand naar voren en naar beneden meeneemt. Natuurlijk, dat begrijpt iedereen die met paarden omgaat en die er regelmatig op zit. Want dat is een prettig gevoel en dat is een nagevoel. Dus je wil graag dat prettige gevoel hebben, zowel voor het paard als voor jezelf. Maar als je dat gevoel nastreeft in de verkeerde richting, dus niet in het voorwaarts, kom je er meestal niet. Dan moet je al een hele goede ruiter zijn of een heel getalenteerd paard hebben, wil het er dan uiteindelijk nog op lijken. Als een paard niet goed in de aanleuning is, is hij bijna ook nooit goed voorwaarts. En als hij niet goed in de voorwaarts is, is hij bijna nooit goed in de aanleuning. En al die dingen, en dat zijn heel vaak begrippen die de mensen niet helemaal op de juiste manier benaderen, denk ik. Zowel de instructeurs als de ruiters zelf. De meeste mensen werken naar mijn idee naar een plaatje. En niet naar de weg, als mijn paard goed gaat, komt dat plaatje. He, dus als je dat eindplaatje van dat paard wat laat maar zeggen, Z of Precision of Grand Prix loopt, wat niet hetzelfde plaatje moet zijn, maar wel een bepaalde hoofdlijn zit daarin natuurlijk, een bepaalde kern zit daarin. Als je naar dat plaatje toe werkt, zonder dat je de voorwaarden hebt waarbij je een paard daar naartoe kan werken, dan krijg je dat plaatje met een aantal paarden nooit. En werk je daar wel naartoe, dan kun je het meestal met de moeilijkste paarden, kun je dat nog wel voor elkaar krijgen. Maar dan moet je dat vergt wel. Inzicht en een beetje vakmanschap om die mensen daarin te begeleiden. Je zegt, joh, jij wil dat plaatje, maar hij is daar nog helemaal niet aan toe in de rest van zijn... He, dus het ene probleem heeft vaak met het andere probleem te maken. Maar als je net hangel eruit kan trekken, de plek waar het grootste probleem zit, dan krijg je vaak een doorbraak. Je ineens zegt van, kijk, dat was het waar het meeste aan schortte. Maar als u een paard heeft die en niet nageeft en niet aan het been is, waar begint u dan mee? Eerst voor het been maken. Ja, eerst voor het been. Eerst reactie voor het been laten geven. Eerst zorgen dat hij reageert op de voorwaartse hulp. En dat is in principe simpel. Niet reageren, reageren. En dan, als hij reageert, hulp staken. Niet reageren, laat hem reageren en je hulp weer staken. In principe simpel. En de een moet je 2 keer een schop geven en de ander, nou, schop is niet zo prettig gezegd, maar en de ander hoef je maar 1 keer aan te raken en dan moet je een stok erbij, dat zal dan zorgzaam. Hij moet naar voren reageren. Dat is de eerste basisafspraak die je maakt met een paard. Het klinkt heel simpel en toch is dat eigenlijk al bij heel veel... Weet je wat ik denk? Dat heel veel mensen in hun auto, zoals ze paardrijden in hun auto zitten, een handrem aangetrokken hebben. Ja. Dus als jij straks wegrijdt met de handrem aangetrokken, kom je toch nog wel bij het hek. Maar het loopt niet zo soepel. Het gaat op de duur nog stinken ook. He, dan gaat er iets. Nou, dat is mijn paard ook. Als je dus zegt hij moet voorwaarts zijn, maar dan, nou ja, dan zit je gas te geven en te remmen tegelijkertijd. Dus als je hem eerst laat gaan en hem dan probeert op verschillende manieren, door eerst zijdelings of weet ik wat, of met na te laten geven, dan is het voor het paard een hele andere start. Ja, dus zou dat misschien ook weer te maken hebben met angst dat hij dan toch in 1 keer naar voren schiet? Of dat ze toch graag bij. Nou, ik denk misschien, maar dat is een categorie mensen. Ja, dat klinkt heel gek, daar hebben wij niet zo heel veel mee te maken, maar dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat het meer is van niet onafhankelijk zitten en een verkeerd begrip. Ja. Dus als je als ruiter al constant geklemd zit op je paard, dan ben je er zonder dat je het je realiseert constant aan het drijven. Ja.
Dus als je ontspannen zit, dan drijf je niet. Je geeft een signaal en je gaat weer ontspannen. En je zit weer ontspannen. Tijdens dat signaal moet je ook nog ontspannen zitten. Maar het is als jij constant zo... Denk maar aan de singel op je paard. Die zit strak en die loopt die ook niet op. Dus als jij met je been constant zo knijpt... Dan zit je eigenlijk de beweging al te smoren. En te remmen. Terwijl dat paard eigenlijk de kans moet krijgen van... Hup, en lopen. He, dus dat je niet met je been blijft drukken en met je zit blijft knijpen. He, dat je het paard volgt. En dan kun je in je hand gaan voelen wat er gebeurt. En dan kun je die impuls, die go naar voren, ga je dan geleidelijk aan een beetje... Ja, misschien is beteugelen wel een leuk woord in deze zin. He, maar dan ga je dat een beetje bespelen, een beetje begrenzen, een beetje beteugelen. Dat een bepaalde souplesse en losgelatenheid en uiteindelijk aanleuning komt. Aanleuning is niet iets wat je zomaar hebt. Dat is een proces waar je naartoe moet werken. En wat vaak een beetje gepakt wordt door de ruiter. En dan is het geen aanleuning. Ja, en dan is het geen aanleuning. Het is alleen maar aanleuning als het paard het neemt in die ontspanning. Ja. Die ruiter moet hem uitnodigen dat hij het neemt. Dus als je zegt, nou ik wacht om een paard aanleuning neemt, ja dan kun je 10 jaar wachten. Maar als jij het met je hand neemt, wacht je eigenlijk ook 10 jaar, dan is het ook geen echte aanleuning. Dit is een merkje van Romy, 6 jaar. Okay. Dit is wel een paard als je dan prima rijdt. Hoi. Dat is een hele grote, ja. Dat is heel groot, ja. En dit is jong paard waarom je ZZ mee rijdt. Die kan ook een heel goed plekje zijn. Dat is een goed paard. Dat is veulentje gekocht. En dit is een 7-jarige, die rijd ik zelf. Dat is een dus heel goed paard. Okay. Ik vraag me, heeft deze op een speciale ledenbandages om? Nee, wij doen ze s'nachts, doen wij ze die transportbus, die beenbeschermers om. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, je moet die benen niet verwenden en dit en zo. Ja, dat zal wel, maar mijn ervaring is dat als ze een keer rollen en hard met de been tegen de denkbak aankomen, dat er een wond zit, dat je een bloeduitstorting hebt, dan heb ik liever iets eromheen dat beschermt. En ik heb liever geen bandage die doorbloeding stagneert of remt. Ja. Dus dat je van de streep bekend, dat heb ik ook liever niet. Ik vind dit gewoon het fijnste. Goed leren paardrijden kan bij wijze van spreken iedereen leren. Ik zeg altijd, iedereen kan leren zwemmen. Paardrijden kun je ook leren. En de een heeft meer talent en de ander wat minder talent. Als jij oefent en oefent, dan kun je je technieken kun je krijgen. Die kun je trainen. Ja? Maar het is wel een vrij ingewikkelde materie. Om je lichaam zo gecoördineerd te houden. Hè, dat je één hand zo kan doen en je andere hand zo kan doen. Dat is voor heel veel mensen al is dat onmogelijk. Hè? Als ze met de hand zo moeten doen, dan kunnen ze al niet. Dan zitten al dat gaat zo. Nou, dat heb je met paardrijden natuurlijk nodig. Een goede ruiter. Kijk maar naar al die topruiters die wij in Nederland hebben. Veel topruiters zijn allemaal coördinatief goede mensen. Hè, die hebben heel veel... Of je nou Edward neemt of Ankie of Adeline, noem al die mensen op. Die hebben, en Adeline gaat er heel erg op in, op dat lichaam, op dat fysieke. Dat is haar keus, dat is prima. Niet onbelangrijk, maar je kunt van mij, naar mijn idee van een detail een hoofdzaak maken. Ik vind een detail, maar niet een onbelangrijk detail. Maar ik vind het, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar die zijn allemaal coördinatief heel goed voor elkaar. Dus dat hebben dat bij zichzelf in hun lichaam goed voor elkaar. En geen krachtmensen. Ik kan niet zeggen dat Edward of Ankie van Speter of dat nou Schwarzeneggers zijn. Dat zijn vlugge, coördinatief voor elkaar hebben, in hun lichaam voor elkaar hebben de factoren die ze hebben onder de knie. Dus dat gaat allemaal goed. En als je dat dus wilt leren, dan moet je eerst leren, wat wil ik nou doen? Wat wil ik nou met mijn paard bereiken? Ik wil dat hij zich, nou, ik zeg altijd loslaten, is een betere uitdrukking dan ontspannen, maar... Dat hij zich ontspant, maar niet ontspannen zoals wij s'avonds op de bank zitten en naar het voetballen te kijken of met je voet op de tafel. Maar ontspannen zonder. Met losgelatenheid. Ik kan er niet een heel goed woord voor vinden. Ik zeg altijd dat Jan Ikema zegt, die schaatser die reed een wereldrecord sprint op 500 meter. En die kwam over de finish en die kreeg de microfoon onder zijn neus. En die zei: perfecte race, ik was helemaal ontspannen. En terwijl sprinten een krachtvorm is. Hè. Sprinters zijn geblokte, stevige mensen, geen lange, dunne. Hè, dat zijn krachtmensen. En hij zei, wereldrecord geschaatst, optimale rit, ik was volledig ontspannen. En toen ik dat hoorde, dacht ik, die ontspanning zoeken wij met paardrijden ook. Ja. Dus dat het paard zich ontspant, dat hij zich loslaat, dat hij voorwaarts is, dat er actie is. Hè. Als er geen actie is, nou, dan is het niks. Ja. Het moet niet... Het moet check. Een happy athlete wat je dan, ja, precies. Ja. Je kunt alleen maar een happy athlete krijgen als die eerst happy, ontspannen, losgelaten is. Maar het moet wel een athlete, hij moet wel getraind worden, anders wordt het geen atleet. Dus hij moet wel iets doen. Ja. Nou, als je dat de mensen probeert duidelijk te maken, dat ze dat heus kunnen leren. Maar dat je gewoon op je punten moet oefenen waar je op moet oefenen. Is die ontspannen? Hè? Is die losgelaten? Is die voorwaarts? Kan ik het naar mijn hand toe krijgen? Dan kan ik de volgende stap is dat ik dat met mijn hand kneedbaar moet hebben.
Ja, want je moet nooit een paard hebben die strak is. Natuurlijk niet. Iets wat strak is, is niet ontspannen, is niet losgelaten. Dan had hij dat wereldrecord niet geschaatst als hij ergens strak was in zijn rug of in zijn knieën. In zijn... Ja, dan, dus hij moet volledig in die ontspanning. Dat moet een paard ook hebben. Een paard wat in een goede dressuurproef, een goede dressuurvertoning, want het gaat nog niet om de proef, die moet losgelaten zijn. Je kunt hem nooit goed verzamelen als die niet losgelaten is. Maya, de 10-jarige tinkermerrie van Dorine Gremme, is alleshoef bevangen geweest en heeft nog licht overgewicht. Maya staat 24 uur per dag op de wei, krijgt onbeperkt voordroog daarnaast, 100 gram Vital Complete en beschikt over een liksteen. Om haar af te laten vallen staat ze 24 uur per dag met een graasmasker. Dorine geeft aan dat ze nog steeds licht overgewicht heeft. Hoe kan ze er nu voor zorgen dat de hoefbevangenheid niet terugkeert? Het houden en het voeren van paarden die hoefbevangen zijn of die de neiging hebben hoefbevangen te worden, is niet eenvoudig. De twee sleutelwoorden waar je op moet letten zijn beweging en het beperken van de suikeropname. Een paard wat al een licht overgewicht heeft, eigenlijk te zwaar is, ja, daar moet je alles aan doen om te zorgen dat het gewicht weer terugkomt naar een normale conditie. Want het risico om hoefbevangen te worden gaat kwadratisch omhoog op het moment dat paarden te zwaar zijn. En het beperken van de suikeropname, dat betekent dat paarden eigenlijk niet 24 uur per dag onbeperkt weidegang mogen krijgen. Het gebruik van een graasmasker, wat Dorien doet, is een uitstekende maatregel. Let vooral op in het voorjaar en in het najaar, omdat dat periodes zijn dat suikergehaltes in het gras enorm omhoog kunnen schieten. Heb je de keus uit roevoeders, dan kun je het best kiezen voor hooi in plaats van voordroogkuil, omdat over het algemeen de suikergehaltes in hooi iets lager liggen dan in kuil. Nog beter is het natuurlijk om gewoon de suikergehaltes een keer te laten onderzoeken, weten wat je voert. Gebruik kleine porties, verdeeld over de dag en laat paarden niet langer dan 5 uur zonder ruwvoer staan. En tot slot, alle producten die je verder voert, let erop dat je geen suiker- en zetmeelrijke producten geeft. Dus het gebruik van bijvoorbeeld vitamine- en mineralenpelletjes is uitstekend. Heb je nou toch twijfel of signaleer je aan je paard problemen? Aarzel niet om de dierenarts te raadplegen, want alleen die kan goed vaststellen wat echt het probleem is en wat je in geval van de hoefbevangenheidsperikelen het beste kunt doen. Dorien heeft voor Maya dus eigenlijk al de juiste aandachtspunten te pakken. Maar omdat ze aangeeft dat Maya nog steeds licht overgewicht heeft, zal extra beweging zeker een aandachtspunt zijn. Daarnaast over het totale rantsoen de energieinname nog verder terug te dringen. En in het geval van Maya zal dat met name met iets minder gras het grootste resultaat te behalen zijn, omdat daar het suikergehalte vaak het hoogste in is en de schommelingen het grootste zijn. Verder is hoefbevangenheid best ingewikkelde materie en hebben wij daar veel achtergrondartikelen over op onze website staan. Elke oefening die in een proef zit, of je nou praat over een keertwending, of over piaf, of over achterwaarts, of over uitstrekken, of over zijgang, is bedoeld om je paard te trainen. En niet om een proef te rijden. Hij is gewoon, elke oefening is gewoon bedoeld om een paard beter te maken, te gymnastiseren. En het ene paard moet je meer linksom, het andere paard moet je meer rechtsom, het ene moet je meer naar voren, het andere moet meer terug, en die moet meer schouder binnen, maar die moet meer, weet ik wat, achterwaarts. Hè? Maar het is allemaal, elke oefening die in een proef zit, heeft puur van origine een trainende functie. En niet om te laten zien dat jij die oefening goed kan. En daar gaat het natuurlijk, als je die wedstrijdsport doet, als wij zondag de ring in moeten, ja, dan probeer ik die schouderwinnaars ook nog een keer te doen, of die piaf, of de dag van nog een keer, nou is niet zo goed, nog een keer. Tuurlijk, dat mag ook best, maar als jij altijd zo traint, dan sla je eigenlijk de spijker mis. Dan ben je met iets verkeerds, ben je met een programmaatje bezig, waar je paard op dat moment misschien helemaal geen behoefte aan heeft. Het is heel simpel te begrijpen dat elk paard heeft een hollere en een bollere kant. Dus als jij beide kanten evenveel traint, blijft het altijd zo. Je zult op de ene kant meer door de lengtebuiging moeten werken dan op de andere kant. Want de ene kant doet hij van zichzelf al, en de andere kant doet hij moeilijker. Dat kan dat of dat zijn, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Dus dan is het heel simpel dat je als jij in een proef, begrijpelijk, heb je schouderbinnen was links en schouderbinnen was rechts. Ja, natuurlijk. Je kan moeilijk tegen de jury zeggen, nou die doet schouderbinnen was links. Nee, dat kan niet. Dus als jij als een proefruiter traint, dan train je links schouderbinnen, traint rechts schouderbinnen. Terwijl je het in verhouding misschien op de linkerhand veel vaker moet doen dan op de rechterhand voor dat bewuste paard.
Dus de moderne ruiter is zo bezig, want eigenlijk sluit het aan met wat wij net zeiden. Ze trainen niet hun paard en wanneer die eraan toe gaan naar een wedstrijd. Ze trainen voor die wedstrijd. Ja. En ik denk, je moet eerst een niveau hebben wat overeenkomt met de wedstrijd wat je wilt rijden. En dan ga je er voor die wedstrijd trainen. En natuurlijk mag je dan je oefeningen een aantal keren herhalen. En wat meer doen, want je moet zondag te ringen. Dus wil ik ook even weten hoe dit aanvoelt na die oefeningen. Natuurlijk, we gaan, gelukkig hebben we altijd nog wedstrijdpaarden. Maar we hebben nooit geen wedstrijdpaarden gehad. Of Romy, of Inge, of ik. Altijd. Ja. We willen ons absoluut niet afzetten tegen de wedstrijd. Maar dat is mijn grootste bezwaar. Dat er mensen zijn die vinden dat ze klassiek rijden en daar geen wedstrijden in. Dat daar geen wedstrijden past, dat is onzin. Mooi hoor, Ingzo. Heel goed hoor. En ik heb veel contacten in Duitsland en met collega's, ook wel in Nederland natuurlijk veel. Maar ik vind, mijn gevoel zegt, ik ben een leerling van meneer Oothout. Die heeft mij op de feiten gewezen van dat moet je anders, dat moet anders, dat is niet goed. En die kon het ook uitleggen. Maar dat is begonnen bij mij, bij Henk van Bergen. Die leste toen bij mijn Oothout en door Henk van Bergen ben ik daar terecht gekomen. Dus dat was dezelfde hoofdlijn. Ik heb veel mevrouw Benedictus, die kent tegenwoordig niemand meer. Die is 9 keer Nederlands kampioen dressuur geweest. Dus echt was echt in die tijd de noten met dood en dressuur. Maar die zei altijd, ja, ik kan geen les geven, ga maar rijden. Dus dan moet je rijden. Dus nee, dan moet je volgens mij een beetje met je linker teugel wat doen, want hij is een beetje, nou ja, dan, oh ja, dat werkt. Nee, doe het eens met je rechter. Oh ja, dat werkt ook. Nou, dat was niet een instructeur of instructrice zoals mijn Oothout. Oothout zei, als je dat doet en je doet dat daar, dan gebeurt er dat. En als jij het goed uitvoerde, nou, bijna altijd, tot altijd, lukte dat ook. Ik reed in het Nederlands team toen ging ik bij hem pas lessen. Dus ik had al het een en ander gezien. Ik had al een paar naar Grand Prix, ja, vraag me niet hoe, maar ik reed de Grand Prix mee. En toen ging ik bij mijn Oothout les. Dus we hadden al een klein beetje een andere start dan de meesten. Ja. Wat enerzijds je nadeel werkt, anderzijds je voordeel werkt, maar ik had al wel een hoop ervaring. We waren vrij vlug met paarden. Ik was 24 toen ik in het team zat voor de eerste keer. Dat was toen vrij jong, want het waren allemaal oudere mensen. En ik denk dat ik 5, 6 was toen ik hem ging les of zo. Maar dat doet er allemaal niet toe. Maar wij hadden al wel een beetje mijn achtergrond. En het grappige was, hij hield iedereen bij wedstrijden weg. Die naam had hij altijd een beetje. En bij ons stimuleerde hij dat een beetje. Ben je al geweest? Hij vond het namelijk wel goed om te laten zien dat als je... ik weet zeker, dat hebben we nooit zo uitgesproken, maar dat hij ook vond, net als ik vind, dat er een combinatie te maken is tussen wat men dan klassiek rijden noemt en wedstrijdsport. Want de wedstrijdsport heeft nog steeds het klassieke reglement van de FEI. He, met de neus voor de lood en de hals opwaarts gebogen. En dan gaan we door al die rechtgericht en schwung en los. En het evenwicht over 4 benen verdeeld. En nou, dat staat allemaal in het FEI-reglement. Misschien niet met deze woorden, maar dat staat er wel in. Dus dat is gewoon een klassiek reglement. Zoals het uiteindelijk moet zijn. Ja. Dus dat is niet anders dan hij vond uiteindelijk. Dus hij is bondscoach geweest, dus hij is niet... Toen mijn team zat, werd hij een jaar bondscoach. Dus ik kan niet zeggen dat hij helemaal niks met die wedstrijd te maken wilde hebben. Het was niet een wedstrijdtrainer die jou alsmaar begeleidde als je dat een klein punt binnen, dat een klein punt binnen. Hij wilde eerst dat je technisch voor elkaar had. En dan ging hij nog weer extra puntjes sprokkelen met je. Er is geen mens op de wereld, daar ben ik van overtuigd, die ambitieus rijdt, die in zijn hart dat eigenlijk niet zou willen laten zien in de ring. Dat denk ik nog steeds, dat iedereen dat een beetje heeft. En de een heeft meer ambitie als wedstrijdruit en de ander wat minder. En ik moet eerlijk zeggen, als ik 's morgens vroeg in mijn eerste paard zit en een paard gaat fijn, dan geniet ik in mijn eentje misschien nog veel meer dan wanneer er mensen bij zijn. Maar je hebt allemaal die drive een beetje in je om te laten zien dat jij dat inderdaad met dat paard voor elkaar hebt. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat niet heeft. Als je een bepaalde ambitie hebt, dan heb je dat allemaal, dat je dat ook een keer... En sommige mensen zijn zo onzeker of oké, dan doen ze het niet, maar dan hebben ze daar een reden voor. Ja. En die reden verstoppen ze dan door te zeggen, ja, ik rijd klassiek. Ik zeg, nee. Dan ligt het aan de jury of dan ligt het aan de wedstrijdsport. Ja. Nou ja, dat is een punt, daar kun je natuurlijk heel lang over praten. Nou, daar kunnen we eigenlijk heel kort over praten, want ik zeg altijd... Als jij 10 wedstrijden rijdt, krijg je heus wat je verdient. Je krijgt wel eens wat te weinig, maar je krijgt ook wel eens wat te veel. Hè? Ja. En die verhaaltjes op Facebook en die jury had me 30 punten lager. Ik zeg, vergeet dat die misschien 30 punten hoger had dan die ander. Maar dat is net zo goed natuurlijk. Hè? Ja. Dus maar daar ben ik met mijn leerlingen altijd gauw mee klaar. Dat vind ik echt onzin. Als jij de wedstrijdring ingaat, er is geen jury op de wereld die daar gaat zitten. En denkt, nou ga ik vandaag eens even lekker verkeerd zitten jureren. Ja. Iedereen, die juryleden, doen hun sport. Achter de tafel dat wij in de baan doen. Je wilt het allemaal zo goed mogelijk doen. Daar ben ik van overtuigd.
Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Zo ja, doe een duimpje omhoog of laat een reactie achter. Wil je weten wanneer de volgende aflevering online komt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer!